Oké, in het volgende filmpje gaan we even kijken hoe we na het openen van het programma de M-bot kunnen aansluiten. We nemen de USB-kabel, we sluiten de ene kant aan op de M-bot, dat is met deze aansluiting. Hup, de USB sluiten we aan op onze computer. Zo. Dan gaan we hier kijken naar apparaten. De Kodi-Rocky die er standaard staat, die doen we even weg. We klikken nog niet op nieuw apparaat. Het eerste wat we moeten doen is eigenlijk onze M-bot gaan inschakelen. Zo. Dan klikken we op apparaten toevoegen. We duiden aan dat we de M-bot toevoegen. Zo. Dan klikken we op verbinden. Dan komt de USB-poort waar hij aangesloten is tevoorschijn. Klik op verbinding. En dan zien we dat het apparaat aangesloten is.